Want wij gaan een demonstratie geven waarin Rob gaat kijken zonder mijn ogen te gebruiken. En we weten dat als we dat zeggen, dat er altijd mensen zijn die denken dat Rob stiekem toch gaat kijken. En daarom gaan we Rob tijdens deze demonstratie blinddoeken met deze sjaal. Zou jij even willen kijken of je er nog iets doorheen kunt zien? Dat vind ik ook belangrijk. Is het helemaal donker? Helemaal donker. Net als die ene die je thuis hebt? Dit is inderdaad, ja. Alleen hier is niet dat muffe sperma luchtje aan. Ja. Nee, dat is... thuis is hij van leer natuurlijk. Dankjewel. Ik ga de sjaal aan Rob geven, zodat Rob zichzelf kan gaan blinddoeken. Ja, het is echt een goede blinddoek. Er is niks mee gedaan. Ik denk dan altijd, zit er een cameraatje of iets in, of dit, wat helemaal niks. Nee. En terwijl Rob zichzelf gaat blinddoeken, wil ik iedereen hier vragen om er iets bij te pakken wat je bij je hebt. Dus een voorwerp of een ding, iets wat je in je zak hebt, iets wat je bij je draagt. Pak er allemaal iets bij en leg dat voor je uit op je hand. Maakt niet uit wat het is, iets wat je in je zak hebt zitten, misschien wel iets wat je bent vergeten dat je hebt meegenomen vandaag. Leg het allemaal voor je uit op je hand. Dit is mooi. Begin je allemaal te concentreren op de voorwerpen die ik aanwijs. Kun je die allemaal voor je zien? Kun je me vertellen wat dit is, Rob? Kijk eens naar het eerste voorwerp hier. Dat lijkt me een soort kettingje, Emil. En dat is een ring. Volgens mij is dat een horloge. Goed zo. Dat lijkt me een soort clipje, Emil. Waarvoor? Is een clipje voor in je haar. Kom eens met dat voorwerp. Het zou een aansteker moeten zijn. En probeer de kleur eens, Rob. Het is een rode aansteker inmiddels. Okay, ik kan vertellen wat dit is, Rob. Kom eens hiermee. Volgens mij is dat iets van make-up. En wat voor make-up is dat? Dat is lipgloss. Ik heb echt geen idee. Wat is dit? Lipgloss. Ik heb echt geen idee. Oké, kun je vertellen wat dit is, Rob? Begin hier. Volgens mij is dat iets van een snoertje of zo. Kun je vertellen wat dat zijn? Dat zijn sigaretten. Omschrijf eens. Is een pakje Marlboro, dacht ik. Hoe kan dit? Nee, het stomme is, ook al brengen we het niet in beeld, dan weet hij het nog volgens mij. Dus laten we het even niet in beeld brengen, vraag maar de volgende. Oh, dat maakt niet uit. Ja. Oké, kijk eens hier naar op. Kun je vertellen wat dit is? Volgens mij is dat iets van elastiek, Emil. En begin je daar op te concentreren? Dat is een bril. En kijk eens daarnaar. Volgens mij is dat een lippenstift. Begin eens op het voorwerp daarnaast te concentreren. Dat is een bril ook, Emil. Dat is ook een bril. En begin je hier eens op te concentreren? We zien het niet eens. En begin je hier eens op te concentreren. Dat is een polsaloos. En kijk eens hiernaar. Volgens mij is dat ook een lippenstift. Merk? Labello? Kijk aan. Kijk eens daarnaar op. Volgens mij is dat een pasje, Emil. Nu is het een bankpasje, hè? Ja, die is van de ING-bank, dacht ik. Is het een pasje van de ING? Inderdaad, ik zie er iemand ja schudden. Ik zou willen vragen of ik van iemand een portemonnee zou mogen lenen. Je krijgt hem terug, maar ik ga er wel in... Oh, hier zo heb ik een portemonnee. Dankjewel. Emil? Ja, ik maak hem even open. Ja, dan zie ik daar gelijk iets van een pasje in zitten. En probeer eens te vertellen wat het precies is. Kijk eens wat het... Ik dacht dat het zo'n blauw-witte identiteitskaart zou moeten zijn met zo'n fotootje erop. Ja, kijk eens wat er nog meer in zit. Er zitten ook nog een aantal pasjes in. Die bijvoorbeeld is een beetje oranjeachtig met goud. Met zo'n chipkaartje erop. Lijkt me een bankpasje, Emil. Zou een pasje van de Rabobank moeten zijn. En kun je vertellen wat zijn voorletters zijn erop? En wat zijn zijn de voorletters op deze bank? Zijn jouw voorletters MJT? Hey, voorletters MJT, waar kwam die hierpan vandaan? Klopt dat? Zie je verder nog iets interessants zitten? Je moet even bovenin kijken, Emil. Daar zit nog iets. Ik zie niet precies wat het is, maar het lijkt een beetje op een ballon. Maar ik weet niet precies wat het is. Die doen we maar even niet. Dankjewel. Was het, Emil? Ja, laat maar even, Rob. Het was geen ballon. Het was geen ballon, maar hij was wel overdaad. Jongens, is dit indrukwekkend? Ja. Wat is dit? Nu weten we dat er altijd mensen zijn die denken dat Rob iets in zijn oren of in zijn ogen zou hebben. Daarom gaan we het laatste gedeelte van de demonstratie laten zien zonder die blinddoek. Zonder de blinddoek. Want dames en heren, als ik namelijk de blinddoek afzet en hier de bank verlaat, kunt u in het publiek straks allemaal zien dat ik niets verstopt heb in mijn handen, niets verstopt heb in mijn ogen en dat mijn oren niet gevuld zijn met speciale centen of ontvangstapparatuur. Ik sta hier vlakbij en als ik vroegtijdig mijn ogen openmaak, mag jij dat kenbaar maken aan iedereen hier in het publiek en aan Robert, zodat iedereen kan zien dat ik vals zal spelen, maar alleen als ik mijn ogen openmaak. Eerlijker dan dit kan ik het jullie niet laten zien. En voor het laatste gedeelte van die demonstratie wil ik vragen of ik van iemand hier een bankbiljet mag lenen. Een willekeurig bankbiljet, het eerste bankbiljet dat ik feitelijk van iemand zie. Dit is het eerste bankbiljet dat ik zie. Dit is een hele mooie. Ja, want dit is geen Europees bankbiljet. En kun je vertellen waar die vandaan komt, Rob? Kom op, hè. En begin allemaal het land te lezen. Ik denk dat dit een bankbiljet
Kom eens met het land waar je... Ja, volgens mij komt dit bankbiljet van Malta vandaan, Emil. Het is een bankbiljet uit Malta, inderdaad. Doe eens een gokje naar de waarde in... Wat is dat? Is dat Lima of zo? Liri. Liri. Ik dacht 5 liri. Dat is 5 liri. Maar nou gaat het niet om de waarde, maar om het serienummer. En elk bankbiljet ter wereld heeft een ander serienummer. Op eurobiljetten bestaat het altijd uit 1 letter, gevolgd door 11 cijfers. Een biljet uit Malta bestaat uit 1 letter. Probeer ik even de cijfers te... En dan 8 cijfers, Emil, dacht ik. 8 cijfers? 8 cijfers. Begin even met de letter op. De letter? Ik wil daar iets over vertellen, kom op, hè. Wil u allemaal zoveel mogelijk meelezen, kom op. Wil je nu vertellen wat het serienummer is op? Volgens mij is het... Alsjeblieft, wil je allemaal meelezen. Volgens mij is het B... 3-1... Ja, het is B-3-1-7-1-7-9-6-7. Dat is B-3-1-7-1-7-9-6-7. 7. Dat zijn alle cijfers en de letters van het bankbiljet. Ik ga deze weer teruggeven. Maar het applaus is natuurlijk voor Rob Molien. Ja. Dankjewel.